Zelfs in de laatste fase van het leven van mijn moeder is de mantelzorgmakelaar nog een lichtpunt voor me geweest. Ik ben Peter en ik heb 26 jaar voor mijn ouders gezorgd als mantelzorg. Ik woonde vanwege een bepaalde situatie tijdelijk bij mijn ouders. Toen kreeg mijn moeder die hersenbloeding. Mijn vader is daar compleet door verslag geraakt. Je ziet dat er hulp nodig is en je bent gebleven. En ben niet meer weggegaan. Wat heel belangrijk is, is dat je je zorg deelt. Openheid in zaken, dat doet begrip opbrengen. En dat heb je nodig. Ik heb het geluk gehad dat ik van begin af aan open kaart heb gespeeld bij mijn werkgever met de situatie. En ik daardoor alle steun heb gekregen die ik me nodig had. En uiteindelijk, zonder die hulp, had ik het geen 26 jaar gered. Doordat je zelf open bent, kom je er vanzelf wel achter. Mensen die ook open naar jou daardoor gaan worden. En van waarde kunnen zijn om je verder te helpen in het hele proces. De mantelzorgmakelaar heeft mij het nodige gebracht. En als ik eerlijk moet zijn, dan heeft zij er wel voor gezorgd dat ik voor minder onprettige verrassingen kwam te staan. Dus ik zou iedereen aanraden die beginnende mantelzorger is, om als dat er bij jullie is, om daar zonder meer contact mee te zoeken, om toch ja, je weg te gaan vinden in het mantelzorggebeuren. Het is zo kostbaar.